Appeltaart Imperium is een zorgbedrijf en een commerciële horecabakkerij in één. Een bedrijf wat mensen laat reïntegreren met een achtergrond in de psychiatrie en verslavingszorg om weer een volgende stap te maken naar betaald werk of naar dagbesteding, daar waar het aansluit bij hun eigen mogelijkheden. Het bestaat al 13 jaar en heeft voornamelijk horecaklanten en bakt 50 tot 100 taarten per dag voor de Haarlemse horeca, bedrijfsleven en nu ook voor particulieren. Kijk, ik ben aan het werk, hè, dan een deeg aan het maken. Iedereen heeft zijn eigen onderdeel. Daar zo, dan maken ze s'mores en daar de randjes. En hier met de appels. De mensen die hier komen, dat zijn mensen die met een bepaalde zorgvraag komen. Van, nou ja, ik heb structuur nodig of ik heb sociale contacten nodig. Of ze zijn ontslagen of in de ziektewet bij een werkgever en ze moeten toch weer doorstromen naar betaald werk. Iedereen heeft een andere zorgvraag. 10 jaar, meer dan 10 jaar werk ik. Ik heb veel verschillende werkers meegemaakt. Maar heel leuk hoor, heel leuk. Ja, ja. Meestal wel. Elke deelnemer heeft een... 2 keer per jaar een talentontwikkelgesprek. Daar maken wij dan een ontwikkelplan van. En daarin staan ook voornamelijk de doelen, de kwaliteiten, de vaardigheden. En elk half jaar kijken we met elkaar van, nou ja, welke ontwikkelingen heb je dan wel gedaan? En wat zou je nog meer willen ontwikkelen? Kijk eens, dit is de taart die we voor u gemaakt hebben. Prima. Mooi. Gaat het zo mee of wilt u nog een tasje erbij? Ja, gaat zo. Helemaal goed. Nou, eet smakelijk. Ja, we hebben vanochtend vers voor u gemaakt. We bieden hier gezelligheid aan, we bieden hier veiligheid aan, we bieden hier leermomenten aan. Eigenlijk is iedereen welkom. Tot ziens. Tot ziens.